allemaal. Leuk je er weer te zien. En oké. Ik heb mijn haar geknipt. Het zit nou even niet. Moet even. Zo. Ik heb mijn haar kort geknipt. Ik was in wat langer haar een beetje beu. En ik heb ook nog lekker geshopt. Wacht even, jullie zien mijn haar zo. Zo. Ja? Ja? Ja. Zo. Ben weer de kruidvat geweest. Twee tripjes, maar ik doe het gelijk in één keer. In ieder geval, voor Ernst had ik in ieder geval meegenomen. Een katerboxers. Voor €12,99. Ik heb nog een flarebroek gevonden voor een tientje. En mijn vader BB cream zonbescherming. En mijn Double Wear Action. Nou, Double Wear Double Action. Kan je ook gebruiken als primer. Dus dat doe ik dus ook. En ik heb de 7 in 1 dag en nacht gehaald. Ik heb ook nog even van Catrice de Glue Super en een wenkbrauwpotloodje. En het vorige tripje was alleen 2 keer serum, omdat het 1 plus 1 is. En daar maak ik altijd gebruik van. En het volgende tripje, ik ben ook bij de HEMA geweest. Daar heb ik dus 4 pakjes onderbroeken gehaald. Zoals je ziet. Tadaa. Kan ook weer vooruit. En bij de HEMA heb ik een... Of nee, bij de Zeeman heb ik een legging gekocht. Voor €4,99. En een lekkere lange vest. Voor €19,99. Nou. En ook nog naar een kringloop geweest, de Rattenplan. Nou, als ik eerlijk mag zeggen. Misschien verwend omdat ik in een andere kringloopwinkel werk. Ik vond het heel erg rommelig. Maar ik zag wel een laaf. Tadaa. Niet een laaf, maar een laaf. En daar was nog heel en alles zit erbij. Dus die vind ik helemaal geweldig. En dan heb ik ook nog cadeautjes gekregen. Ik hoop dat jullie het kunnen zien. Ik ga het even... Het gaat niet echt, maar dat zijn knopjes. Nog meer oorbelletjes. En oh, nou ben ik weer wazig. Zo. Dat was het. Ik heb ook nog deze gekregen voor mijn vitamintjes. En deze van de Action. En het schijnt de dupe te zijn van La Vie La Belle. Het is heel dicht bij de geur, maar vies is die niet. Dus dat een beetje. Ik ben er heel snel doorheen gegaan. Dus ik zou zeggen, druk op het abonneerknop. Druk op het belletje, blijf je altijd op de hoogte. 2 dagen in de week komt er een filmpje online. En ik zou zeggen, degene die nog niet al geabonneerd zijn, alsjeblieft. Want ik wil graag wel naar de 1000 abonnees.